Waar staat hij dan, de nieuwe post in Almkerk? Ja, ontzettend mooi geworden, boven verwachting. Geweldig midden in het gebied gelegen, lekker dicht bij de A27. Dus ja, mooie voorziening om het land van Heus en Altena net wat beter te bedienen op het gebied van ambulancezorg. Ik vind het heel erg mooi. Het gebouw past prima in zijn omgeving hier. Wij zijn er ook ontzettend blij mee. Het is schitterend centraal gelegen en hier hebben we echt op gewacht. Deze post, hoe is die tot stand gekomen? Daar hebben we best wel lang over gedaan en dat had met name te maken ook van joh, wat is nou die ideale plek en kunnen we ook die grond verwerven. En er waren ook andere ideeën, laat ik maar zeggen, die hier gebouwd zouden gaan worden. Maar uiteindelijk ja, is het toch gelukt om hier de ideale plek voor een ambulancevoorziening om hem hier ook te realiseren. Maar er is al een paar jaartjes overheen gegaan. Welk gebied gaan jullie nu bestrijken met deze post? Nou, in principe het hele land van Heusden en Altena, maar met name toch wel het noordelijke gebied. Met name de kernen Werkendam, Woudrichem, tot aan Giessen. Andel kan ook nog mee, maar voor het zuidelijke gedeelte van met name Wijk en Aalburg, Genderen, Doeveren. Daar hebben we ook een extra ambulancepost bij de brandweer in Genderen. En die zal binnenkort in productie worden genomen, dus die zal binnenkort worden betrokken. En nu gaat die aanrijdtijd in de regio natuurlijk fors naar beneden. Ja, dat hopen we maar, en daar rekenen we ook op. Maar je ziet wel dat er steeds meer een beroep wordt gedaan ook op ambulances. En het is steeds drukker op de weg en mensen blijven langer thuis wonen. Ze worden ook veel vaker opgeroepen. Dus die aanrijdtijden staan wel onder druk. Maar dit is absoluut een goede impuls om die aanrijdtijden wat naar beneden te krijgen. En nu zitten er in dit gebouw waarschijnlijk ook een hoop voorzieningen. Ja, nou meer eigenlijk natuurlijk de voorzieningen waar de ambulance binnen kan en de nodige aanvulmogelijkheden. Boven is het niet zo heel erg groot, maar in principe komt hier 7 keer 24 uur dus een ambulance te staan. En het team moet in de tussentijd dat ze wachten op een oproep, moeten zij wel op een aangename manier hun tijd kunnen doorbrengen. Zij kunnen dat doen door hun vakliteratuur op orde te houden, door ook soms eens gewoon tv te kijken, de krant te lezen en ook natuurlijk de ritverantwoording in te vullen. En daarmee hebben ze denk ik hier een fantastische locatie gekregen.